kas. Hey, en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Een beetje een gekke intro zo, maar ik ga weg. Dat zul je vast ook wel denken. Ik zit in mijn auto. En ik ga even naar de Xenos. En opeens dacht ik, goh, weet je, ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ben je benieuwd wat ze op dit moment bij de Xenos in het assortiment hebben? Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Ik ga namelijk naar de Xenos in Rijssen. Ik ben er eigenlijk al een tijdje niet geweest. Ik ben heel erg benieuwd wat er nu allemaal is. Gewoon lekker snuffelen, ik hou ervan. Ik moet zeggen dat die winkel daar altijd heel erg mooi geordend is. En gewoon chill om daar te shoppen. Nou, ik ben er. Ik ga lekker naar de winkel toe. Maar ik heb dus ondertussen lekker van Y-Food wat zitten drinken. Want het is een beetje tussen avondeten en lunch in. Maar ik heb niet echt geluncht, dus trek. En ik was van plan om dit te filmen. Dus dan is het echt ideaal om onderweg lekker te drinken. Mocht je het niet kennen, dit is dus Y-Food. Ik drink nu de cold brew koffie. En het smaakt naar ijskoffie. Een soort van milkshake koffie iets. Echt mega lekker. Hierdoor zit je dus gewoon mega lang vol. En dat is echt top. En het is gewoon handig voor onderweg als snack of tussendoor, zeg maar. Als je geen tijd hebt of haast hebt. En dat heb ik dus nu een beetje. Dus helemaal chill. Ik drink deze nog lekker op. Die van de cold brew koffie. Op. Mocht jij Y-Food zelf willen uitproberen, dan heb ik nog een hele chille en leuke kortingscode voor jullie. Want met deze code FloorYouTube krijg je 10% korting op Y-Food. Dus zeker de moeite waard als je het eens wil proberen. Het zit ook echt vol met eiwitten. Dus helemaal top. Ik zal even de link in de beschrijving zetten met de kortingscode naar de Y-Food website. Mijn favoriet is dus de koffie en de vanille. Vanille smaak. Ik blijf het moeilijk vinden, hè. Vanille. Ik hou het toch lekker bij vanille. En dan is het tijd om jullie nu gezellig mee te nemen naar de Xenos. Even die parkeerschijf er nog bij pakken. Moet dat hier? Eigenlijk. Oh, dat hoeft niet eens. Lol. Let's go! Hoe leuk zijn deze bakjes? Ook voor sojasaus of zo met sushi. En die zijn nu dus 30% in de korting. Hier ook spelletjes in de korting. En nog wel meer dingetjes. Overschaal voor 7,50. 50% korting. Deze is trouwens ook leuk. In het wit. €1,74. Ik ben echt lang niet meer geweest, joh. 3,50. Heel leuk. Hey, deze heb ik op mijn kamer staan. En die is dus nu 30% korting. Die is heel leuk om een plant of zo op te zetten. Oh, deze vind ik ook leuk. Die is 50% in de korting. Hier ga ik altijd zo goed op. Bij de thee en chocomel dingetjes. Als eerste hebben ze nog zo'n winter. Eigenlijk een soort kerstpakketje. Met van die siropen. Super schattig. Maar ik zie hier ook dit. En er komen de marshmallows uit. Ik heb dat laatst eens geprobeerd. Maar ik vond het niet heel erg lekker. Zoals dit. Dit vind ik dus echt niet lekker. Ik weet niet of het aan mij ligt. Maar nee. Niet mijn ding. Oeh. Koffieset. Wat leuk. Dit is ook handig. Voor vers thee kun je het hiermee scheppen. En hiermee het sluiten. Het zakje. Erg leuk. Oh, allemaal verse thee. Ik hou ervan. Wat lekker zeg. Nou, mocht je me nu een beetje kennen, dan weet je dat ik een mokkenverslaving heb. Dus altijd leuk om even tussen te kijken. Hello Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. Stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for the things I don't know. All in this,
dit wil ik al zo lang voor mijn cocktails. Ik heb dus alleen nog niet echt mooie cocktailglazen. En deze met zo'n kristal. Dat vind ik zo mooi. Echt leuk. 5 euro per stuk. En mega veel droogbloemen. Oeh, die is best gaaf. Gouden tak. Leuk voor de lente. Ik heb dus voor mijn uitzet alles in deze kleur. Met dat bruine randje. Is het zo leuk om daar dan tussen te kijken. Die heb ik. Die worden heel leuk. Draaide ik me om en toen zag ik dus een hele stelling vol met Valentijnsdag dingetjes. Dat is natuurlijk ook alweer bijna. Ik moet zeggen dat ik daar niet echt heel erg veel eigenlijk aan doe. Maar weet dus als je daar iets voor zoekt dat ze dat bij de Xenos hebben. Ik zag hele leuke dingen. Die chocoladefontein, rode kaarsjes, slingertjes, van die spelletjes, ook van die neprozen. Zeker de moeite waard als je daarvoor iets zoekt. Ik vond het eigenlijk wel heel erg schattig om bij te kijken. Gouden berenklauw. Heel veel in de ziel. Deze blijft ook echt zo mooi. Macramé. De spiraalkaarsen ook allemaal in de sale zijn. En de gewone kaarsen. Dus dat is zeker de moeite waard om even bij te kijken. Deze kaarsen niet. Die zijn wel mooi. Oh, deze is gaaf. Heel erg mooi. Hier ook allemaal in de sale. Heel veel dingen voor in de badkamer. Wel heel leuk. Och, wat schattig, wat is dit? Kun je hier je tandenborstel en zo in doen? Best grappig, heb ik nog nooit gezien. Oh, dit is ook handig. Make-up lampjes voor je spiegel. 30% korting. Deze is met goud. Oh, deze stoffenhangers zijn ook altijd echt top. Kijk, nog meer ziel. Oh, deze vind ik ook mooi. Deze is nu 30% korting. Ik vind die webbingkasten echt zo gaaf. Heel erg mooi. Oh, deze is ook leuk. Om een plant in te doen of zo. Oeh, deze plaat is echt super leuk. En nu ook in de ziel. Ik weet niet waarom, maar alles wat ik leuk vind is in de ziel. Maar dit is echt wel een kleurtje dat ik zelf heel erg mooi vind. Ik hou erg van dat neutrale. Net zoals zulke kussens. Of dit.
Eens even kijken. Al die vette spiegels. Heel veel meubels ook in de sale. Ik vind dit nog steeds zo'n gave stoel. Je kan het nu niet echt zien, want er staat echt van alles op. Maar deze. Ik vind dit echt zo gaaf. Al die planten ook. Love it. Die heb ik ook. Ik heb heel veel van die grote spiegels ook bij mijn vader in de studio. Oh, deze vind ik ook heel mooi. Kun je een lampje of een kaarsje in doen? Dit vind ik echt wat voor mijn zus. Met een lamp. Dit vind ik ook wat voor mijn zus. Zij heeft alles zwart. En dan van die zwarte borrelplanken. Ziet er best chic uit. Maar ik hou zelf wat meer van dat robuuste hout. Het leek wel op een klomp. Nou, mocht je een eigen suikerspin willen maken. Of popcorn. Kun je dat hier halen. Hier allemaal suikerspinstokjes. Suikerspin. Suiker. Och, ik vind het altijd wel lekker hoor. Wat een goals als je dat hebt. Gewoon in je huis. Een popcorn maken. Oh, dit zijn ook schattige kaartjes. Heel erg leuk. 1,60. Like the day before, you're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on, all the way baritone. Yeah. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in. Oh, ze hebben hier van dat chalky verf. Het kan zo mooi zijn. In allerlei kleurtjes. Ik wist dat helemaal niet. Deze is mooi. Dit is ook leuk om een kastje mee op te pimpen. Als je bijvoorbeeld een kastje vindt bij de kringloop om dan te verven. Nou ja, en dan van die leuke knopjes eraan te doen. Ik vind dat zo schattig. Deze kussen is ook gaaf. Heel mooi. Nou, dit was echt heel erg leuk. Er is zo ontzettend veel in de sale nu. Dus zeker een tip. Mocht je nog naar de Xenos willen, ga in het nieuwe jaar. Gelijk in januari dus, want er is echt heel erg veel in de sale. Nou ja, dat is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Dus dat was zeker heel erg leuk om lekker te snuffelen. Ik moet zeggen dat ik die cocktailglazen met het kristal echt zo mooi vind. Ik wil dus al een tijdje van die kristal cocktailglazen. Voor bijvoorbeeld Pornstar Martini en zo. Alleen 5 euro voor per glas vind ik nog best wel veel. Als in, ik weet dat ze sowieso heel duur zijn. Ook gewoon bij andere winkels. Maar dan heb ik zeg maar mooiere gezien. Met ander kristal. Met ongeveer dezelfde prijs per stuk. En dan dat je al gelijk een hele set koopt. Dus ik denk dat ik dat dan gewoon ga doen. Maar ik vond het wel heel leuk om te zien dat ze dat dus bij de Xenos hebben. Dus ja, dat was eigenlijk deze shoptrip naar de Xenos toe in reizen. Zeker dus een tip om nu even lekker te gaan kijken. Want er is ontzettend veel in de sale. Mijn handen jeukten echt bij alles. Ik dacht echt, oh, dit wil ik. Ik heb me ingehouden. Maar zeker leuk om lekker inspiratie op te doen. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker de kortingscode voor YFood niet. Ik zet die even in de beschrijving neer. En mocht je nog meer van zulke video's zien, doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Want er komt absoluut nog meer aan. Bedankt en tot de volgende video. Doei doei!